Kan de samenleving deze kosten dragen? Een van de vragen die gesteld is in de Nationale Assemblée nadat onderwijsminister Robert Peneu een calculatie heeft gepresenteerd over de ouderbijdragen voor het nieuwe schooljaar. Voor de openbare scholen is de ouderbijdrage 35 SRD. Voor het bijzonder onderwijs 65 SRD. Voor de Anton de Kom Universiteit is het inschrijfgeld 1000 SRD, terwijl het inschrijfgeld voor de VOS-scholen 250 SRD bedraagt. De ouders moeten, voor hun leerlingen op de MULO-school 70 SRD aan materialengeld betalen en die van het LBO 75 SRD, terwijl de HBO-opleidingen 850 SRD voor het collegejaar moeten betalen. Verschillende oppositieleden protesteerden tegen de calculatie die door de minister reëel genoemd werd. De leden Aziz Gumar Gayadin, Edward Belfour en Patricia Etnel konden absoluut niet meegaan met de voorgestelde bijdragen. Gayadin sprak zelf van een simplistische benadering door onderwijsminister Peneu. Ik vind het jammer dat wij vandaag geconfronteerd worden met een situatie waarbij er vergelijkingen gemaakt worden hoeveel instellingen het land kost, hoeveel een student het land kost, terwijl die hele samenleving voor die voorzieningen middels belastingen al opkomt, voorzitter. En wanneer wij een wending willen geven om alles dat men gebruikt vanuit die overheid, dat die kosten gedekt moeten worden, dan moeten we ons belastingstelsel gaan hervormen, voorzitter. Daar gaat het om. Dus het is niet een simplistische benadering. We moeten het vanuit die samenleving bekijken. Kan die samenleving die kosten dragen, voorzitter? Daar gaat het om. En daar willen we een gedegen beleid zien vanuit de regering. Het is niet een kwestie van hier een paar kostenplaatje komen presenteren en zeggen dat 6% maar door die samenleving opgebracht moet worden, voorzitter. Het is een simplistische benadering. En dat vind ik jammer. Nu, voorzitter. Na keer wat keer desma, voorzitter, met tegen u, voorzitter. Hij had me. Ik weet dat de mensen weg zullen blijven van de school. Dit is moorden voor de studenten, voorzitter. Zo stimuleer je onderwijs niet, voorzitter. U gaat zien, hangjongeren gaan toenemen, voorzitter. Criminaliteit zal toenemen. Prostitutie zal toenemen. Waar met dit beleid? U kunt op de tafel slaan, meneer de minister. Maar u gaat zien, de schoolbanken zullen leeg blijven. De universiteit zal leeg zijn, net als een bepaalde partij. Voorzitter, dit is moorden naar de gemeenschap toe. Ik sta niet achter dit, voorzitter. Hij had niet allemaal gezet, doe dit aan die stangasma. Heeft het ministerie van Onderwijs samen met het ministerie van Sociale Zaken gekeken naar het begrip gezinnen? Omdat wat we nu zien in onze samenleving is dat de gezinnen echt kapot geslagen zijn vanwege de situatie die we nu hebben. En absoluut geen tools krijgen vanuit de regering om ze die sterke en die backbone te geven. Waarom is het SMO meegenomen voor die 250 SRD? Omdat we weten dat de leerlingen van het SMO het heel, heel, heel erg moeilijk hebben. En als u nu gaat naar SMO en daar een evaluatie maakt, zult u zien dat ze die 250 SRD niet zullen betalen. Het gaat niet kunnen. Verder wil ik weten waarom eigenlijk ADEC voor 3 termijnen is meegenomen, die 1000 SRD. De studenten hebben tijdens de studentenvergadering met het studentenbestuur gevraagd dat het in 4 termijnen moet geschieden, niet in 3, omdat ze vinden dat ze het niet kunnen betalen. En ze hadden ook een aantal vragen naar het studentenbestuur. Dus ik wil weten als u die vragen heeft meegenomen bij het bepalen van die 1000 SRD. Ik mis eigenlijk de bedragen voor avondmilo, avondhavo, bigisma scoren. En een belangrijke groep die ik mis, ik weet niet of u daarover al bepaald heeft, is het speciaal onderwijs. Enkele oppositieleden die hun misnoegen uiten omtrent de gepresenteerde ouderbijdragen voor het onderwijs. De fractieleider van DOE, Karel Breeveld, gaf de regering mee dat in de grondwet staat dat het de plicht van de staat is om verplicht en vrij algemeen lager onderwijs te verzekeren. Breeveld onderkent dat onderwijs geld kost, maar voor hem is belangrijk dat er wordt gekeken naar de besteding van de middelen. U hoort ook de NDP-fractieleider André Misikaba, die benadrukt dat wij in Suriname geen schoolgeld betalen.
En ik zou inderdaad op de minister een beroep willen doen om echt serieus te kijken naar middelen die worden besteld, leveranciers die leveren, omdat in de praktijk wij gemerkt hebben dat vaak middelen aangeleverd worden tegen veel hogere bedragen dan het in werkelijkheid is. En ik vind dat daarin de regering zeker naar moet kijken. Want als je daarop gaat, dan zal waarschijnlijk er vermindering plaatsvinden. Laten we kijken naar de naschoolse opvang, wat ons 161 miljoen heeft gekost. Dat zijn enorme bedragen die naar mijn gevoel niet hadden gehoeven. En ik denk dat daar fouten gemaakt zijn. Dus ik wil vragen, kijk naar de efficiëntie om de kosten te kunnen drukken. Want dat is denk ik van belang. Daarnaast begrijp ik ook wel dat dat geld van de inschrijfgeld van de regering, van de universiteit, dat ik ook voorstander ben van 4 termijnen, want dat is denk ik wat ook aan de studenten of de studenten gevraagd hebben. Dus ik kan me daar helemaal in vinden. Voor 80 werd er materiaal geld betaald. In de jaren 80 is dat afgeschaft. We hebben lange tijd ouderbijdrage gehad. En dat is een deel van wat betaald moet worden. Dus de overheid subsidieert, en dat weten we allemaal. De minister heeft op dat punt gelijk. We stellen vast, voorzitter, dat op GLO, LBO en MULO er geen inschrijfgeld is. We zijn blij daarvoor. Het is wel materiële geld. En we zijn ook blij dat ADEC niet is 2000 en 3000 zoals we dat hebben gehoord en vernomen in de media, maar dat het 1000 SRD is. Voorzitter, zolang de staat geld had, was er geen vraagstuk. Nu heeft de staat minder geld, geen geld. Dus nogmaals, het vraagstuk is een financieringsvraagstuk. Wat land die nodig heeft, wordt niet opgebracht door de leerling of door de student. Het minimale dat wordt gevraagd, voorzitter, echter, is nog steeds te hoog voor de minder draagkrachtigen. De NDP-fractieleider André Mizikama, die voorstelt dat de regering de ouderbijdrage verhoogt voor hen die het kunnen betalen en helpt degenen die niet in staat zijn deze bijdragen te betalen. Aldus de reacties van DNA-leden over de aangekondigde ouderbijdragen en materiale geld voor het schooljaar 2016-2017.